set the other on fire. Goedendag, Yomi, met Yomi weer, Yomi Sampa, Mr. Sampa. Ik ben de hele dag al vrijwel bezig. Ik ben een paar nieuwe dingen aan het leren, een paar dingen aan het opzoeken over hoe je het het best een verhaaltje kan houden, het best dingen kan verwoorden naar mensen toe, zodat ze begrijpen waarvoor de persoon staat, wat je als persoon drijft. In 1 of 2 of 3 woorden of in een zin. Dat ben ik aan het leren. Dus het is best wel lachen om nieuwe dingen te zien. Ik heb ook wat zitten rondbellen naar bedrijven die eventueel interesse hadden in nieuwe producten die binnenkort eraan komen. De producten komen over 2 of 3 weken. Ik heb zo'n zin in, joh. Ik heb echt zoveel zin in. En ja, ik moet dus gewoon wachten. En dat is vrij lastig. Maar ja, het enige wat ik nu kan doen is gewoon verkopen. Nee, niet. En dat doe ik. Dus verkopen en nieuwe dingen leren. Oh, man. Maar in ieder geval, wat ik wou zeggen is... Wat als anders maakt dan andere mensen is wie wij zelf zijn. Wie wij zelf geloven te zijn. Iedere dag als ik opsta, stel ik mezelf de vraag. Een vrij simpele vraag. Als vandaag mijn laatste dag op aarde was, wat zou ik doen? Of zou ik willen doen wat ik vandaag van plan was, laat ik zo zeggen. Ik zeg wel in Engels. If today were the last day of my life, would I want to do what I'm about to do today? En als antwoord ja is, dan doe ik het. Als antwoord nee is, dan doe ik het niet. Ja, wat ik heb gemerkt is, ik ben mijn gedachten. Ik ben waar ik aan denk. Wij zijn waar we aan denken. Wij zijn waar onze gedachten mee bezig is. Ja. Als je ergens moeite mee hebt, waar hou je je bezig? Hou je je bezig met de oplossing of hou je je bezig met het probleem zelf? Zit je denk, oh man, wat is dit kut zeg, wat is dit vervelend? Of denk je, oh man, wat is de oplossing, hoe gaan we het oplossen? Want het verschil daartussen is, je besteedt dezelfde energie aan het piekeren aan het probleem, aan het piekeren aan het probleem als het ware, en wanneer jij aan een oplossing aan het bedenken bent, besteed je eigenlijk dezelfde energie. En van de ene word je blijer dan de andere. Want van piekeren word je gewoon in enig negatief. Krijg minder energie, krijg geen zin. En als je nu aan de oplossing werkt, dan heb je zoveel energie. Want je wilt ervoor zorgen dat de oplossing gaat werken. Weet je? En dat is wat het brein is. Dat is wat het brein doet. Dat is wie wij zijn. Weet je, als we om ons heen kijken, zien wij zoveel geweldige dingen. Ik bedoel, de camera dat ik vasthoud nu, is een idee van iemand anders. Is een idee van iemand anders. Iemand had het bedacht. En er zijn zoveel talloze, er zijn zoveel mensen die eraan hebben gewerkt. Om ervoor te zorgen dat het idee werkelijkheid werd. Dat ik het kan vasthouden nu, als consument. Weet je wel? En het begint met een idee. Ja. Dat is waarvoor wij staan. Wij staan voor innoverende mensen. Mensen die weten dat als ze de wereld willen veranderen, dat ze bij hunzelf moeten beginnen. Als je de producten van IAM draagt, dan zeg je tegen de wereld, dit is wie ik ben. Ik weet wie ik ben. En ik wil de wereld veranderen. Want doordat ik weet wie ik ben. Ik verander de wereld door mezelf te zijn. Heel simpel gezegd. Ik verander de wereld door mezelf te zijn. Door niemand anders dan behalve mezelf te zijn. Als je onze spullen draagt, zeg je tegen de wereld, ik ben wie ik ben. I am that I am. Ja. I am that I am. Dat is wat je zegt.
heel simpel gezegd: oh, ik heb zoveel zin in wanneer de nieuwe producten komen, jongen. En ik wil de mensen bedanken. Ik weet niet of jullie het krijgen te zien, misschien krijg je het niet te zien of wel te zien. Maar als jullie het krijgen te zien, wil ik de mensen bedanken die mijn producten kopen, die onze producten verkopen of kopen. En de kleine winkeltjes die nog eraan komen, waar ik mee bezig ben, wil ik ook alvast bedanken. Voor de moeite dat ze de tijd nemen. En de tijd nemen, überhaupt de tijd nemen om te kijken. Want we zijn het waard. We worden een geweldig merk. We zijn een geweldig merk. Weet je? Ja, wij zijn wie we zijn. Wij houden van innoveren. We houden van dingen verbeteren. Oplossingen bedenken. Ja. Dat is waarvoor wij staan. Dat is wie wij geloven te zijn. Ja, want als we het niet zijn, dan gebeurt er niks spannends in de wereld. Als wij er niet zijn, als wij er niet zijn als bedrijf, dan de proces om dingen te innoveren zal er minder zijn. De bewustzijn van mensen om te innoveren zal er minder zijn. Dus ja, vandaar dat wij er zijn. Laat ik zo zeggen. Als je onze producten niet draagt, laat je de wereld zien dat je niet weet wie je bent. Laat je de wereld zien dat je niet gelooft in jezelf. Dat je niet de uiterste uit jezelf wilt halen. Dat is wat je de wereld laat zien als je onze producten niet draagt. En het is niet te missen, onze producten. Dus overal waar je kijkt, zie je onze producten. Het is niet te missen. The caps, man, the caps. This shit is niet te missen. Weet je? Jullie krijgen nu website link te zien. Ga erheen en bestel de pet, man. Bestel de pet. En oh man, ik heb zo'n zin in de nieuwe producten die komen, ja. Wat zo geweldig. Wat een geweldige verhaal dat ik ga delen. En wanneer ik ze binnen heb, zodra ik ze binnen heb, laat ik ze meteen zien. Laat ik ze meteen zien. En weet je, ik heb nu al iets van 20 tot 30 mensen die de producten gaan kopen. En weet je, als je interesse hebt, je weet niet waar ik het over heb. Maar als je denkt van, oh man, dat lijkt me wat. Laat me weten. Weet je. Het zijn geweldige producten. Het zijn echt de meest essentiële producten. Weet je. Je laat de wereld zien dat je weet wie je bent. Als je ze niet hebt, laat je de wereld dat niet zien. Als je ze niet hebt, laat je de wereld zien. Laat je de wereld zien dat je niet weet wie je bent. Als je ze niet hebt. Als je ze niet draagt. Als je ze niet draagt, laat je de wereld zien dat jij heel onbewust bent over jezelf. Dus ja, dat is essentieel. Essentieel. En onze internet ligt eruit. Dat is fucked up. Nou. Kan ik niet verder werken. Damme! Mijn moeder heeft de was opgehangen. Of was gewassen. Mijn moeder heeft was gewassen. En nu ga ik die ophangen. Achoo. You have absolute control over only one thing. And that is your thoughts. This is the most significant and inspiring of all facts known to humans. This ability to control your thoughts is the sole means by which you may control your own destiny. If you fail to control your own mind, you may be sure you will control nothing else. Thank you.